Yo, Nintendo fans. In de vorige Super Mario 3D World video dacht je misschien dat we hem hadden uitgespeeld. Maar dat is niet zo, want Bowser is terug en we moeten door deze rainbow-achtige, doorzichtige buis. En we verlaten het Bowser's kasteel. En dan gaan we helemaal hier naar boven. En kijk dan waar we uitkomen. Jongens, dit is fantastisch. Dit is echt fantastisch. Doe een duimpje omhoog voor deze omgeving. Want dit is zo vet gemaakt. Dit is misschien wel een van de tofste dingen die ik ooit heb gezien in een Mario game. Hoe dit eruit ziet. Ik vind het echt geweldig. Vergeet niet te abonneren op dit kanaal voor iedere dag Nintendo video's. Zet het belletje aan. En dan gaan we snel beginnen. Wereld 1 is de onheilspellende spijkerbruggen level. En laten we nu maar weer even een keertje met Mario spelen. Voor mijn gevoel is het zo lang geleden dat we met Mario hebben gespeeld. We komen nu wel denk ik echt aan in de wat moeilijkere levels, dus ik ben heel benieuwd. Zit hier boven iets? Ja, het lijkt me wel dat hier boven iets zit. Ik weet alleen niet hoe ik daar nu bij kan komen. Ik heb geen kat Mario, ik heb niks. Nou, als we iets missen, dan weten we dat we daar even naar terug moeten blijkbaar. En tot die tijd ga ik maar gewoon hier doorheen. Daar links zit in ieder geval wel een sterretje. Die konden we al zien. Daar links in beeld. Gaan eerst even hier naartoe. Even de muntjes pakken. Dan rennen we keihard hier naartoe. Dan staat daar aan de overkant een vuurbroodje. Hoppakee, later. Dan moeten we nu even hierop zien te komen. Ja, dat kan wel. Maar dan moet je even zo en zo doen. Dan, ah, kijk, dan hebben we toch gewoon de eerste ster. Wel een beetje balen, jongens. Ik heb zomaar even mijn power-up naar de klo gebracht. Dus die is nu verdwenen. Dan gaan we nu even hier naartoe. Gaan we richting het pauwblokkie. Lekker. Oh, nee. Ik dacht dat ik ze allemaal zou nakken met het pauwblokkie. Ja, dan gaat er opeens maar één kapot. Ja, daar had ik even niet op gerekend, jongens. Ik dacht, ze gaan vast allemaal kapot. Maar helaas. Nu kan ik wel rustig hierop. En dan kunnen we gaan kijken wat hier is. Nou, dit zijn dus alleen maar muntjes. Laten we lekker gezellig zo naar de overkant springen. En door. Nou, die ster links hoeven we nu niet meer te pakken. Dat scheelt. Ik was bijna Kat Mario kwijt. Rennen. Pak hem! Oké, nou ja, weet je wat? Ik ga ze maar gewoon allemaal zo kapot maken. En dan... Dat is een flatsie. En dan gaan we hierop. Moeten we even naar de overkant rennen. Yes! Vuurbroodje kapot maken. Hier zit volgens mij niks. Dus we gaan door dit ding. Dan zijn we halverwege. En dan ben ik heel benieuwd of ik nou niet weer iets gemist heb. We moeten hier naar rechts, maar we kunnen hier ook naar links. En links zit sowieso wel wat. Go, 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 go. Oké, beetje rustig aan. Ja, kijk, hier zit de stempel. Hutsakee. Moeten we er overheen springen? Nog een keer er overheen springen. Ik zal voor de zekerheid nog een keer springen. Oké, hoe gaat dit patroontje? Oké, dit patroontje komt mij halen vanaf die kant. Ja, ja, lekker. Oké. Nou, moeten we ongetwijfeld hierin? Hier zit sowieso een ster. Ja, oké. Kijken wat we moeten gaan doen. We moeten dit in 10 seconden doen. Oké, we moeten hier op deze knop drukken. Yes, dan moeten we heel snel naar de overkant klimmen. Go! Ja, net op tijd. Lekker. Oké, dit gaat helemaal goed komen, jongens. Dit gaat helemaal goed komen, dit leveltje. Go, go, go. Gaan we door dit porteltje hier naartoe. Daar links zit nog een ster. Oké. Ah, ja, 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 ja. Kijk, die kunnen we ook pakken. Die kunnen we gewoon zo pakken. En dan kunnen we hier naartoe. En dan, yes. Dan weet ik alleen nu eventjes niet waar ik nu per se naartoe moet. Ik blijf een beetje rondjes lopen. Ah, we moeten hier naartoe. We moeten hier naartoe. Ja, zo. Klimmen, 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 klimmen. Waar ben je? Ja, dat was net iets te ver. Ik sprong net iets te ver. Ah, ik had dit sowieso in één keer kunnen halen. Trouwens, wat is dit voor blok? Is dit een ster? Ja, kijk. Lekker. Go, 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 Mario. Kijk, dan kan je gewoon even chillen. Dat is super relaxed. Hoeven we ons even niet druk te maken om allerlei dingen. Kijk, die hebben we dan ook gesloopt. Daar hebben we dan ook geen last meer van. Ah, ik ben mijn katten Mario pakje kwijt. Lekker. We hebben alles, hè. We hebben de stempel, 3 sterren. Yes, we hebben alles. Dan ga ik geen moeite doen. Dan pak ik mijn kattenoutfit. En dan spring ik gewoon vanaf hier zo. Hoppakee, in een paaltje. En hebben we ook de gouden vlag te pakken. Dit zijn wel lange levels voor mijn gevoel. Hey, en in deze wereld komen we de grote vriend Plessy weer tegen. Zandsurfen met Plessy. Plessy, hey, daar gaan we weer. Altijd gezellig met Plessy. Ik vind het altijd wel lastig om te zien waar de sterren zijn in dit soort leveltjes. Oh, 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 oké. Daar is er in ieder geval één. Ja. Dit gaat qua timing nog niet heel lekker. Kijk, dit is top. En dan hoop ik dat ik nu... Ja, nu kom ik hier aan. Ja, nu heb ik hem wel. Lekker. Goombaasje kapot maken.
En naar beneden. We hebben in ieder geval de eerste ster, jongens. Nice. Oké, waar gaan we nu naartoe? Ik zie daar een ster bij deze gasten. Pak ze! Ja, oké, die tweede ster hebben we ook te pakken. Dan, wat is dit allemaal? We zien hier Bowser's. Oh, ik zie daar ook een ster. Oh nee, een stempel. Oh, wat? Dit is een verborgen pad. Ah! Die hebben we ook te pakken. Nice. Waar gaan we nu naartoe? Ik zie hier Goombatjes. Ik zie daar een Bowser. Die Bowser ga ik kapot maken. Oh, kijk, dan krijgen we ook hier een ster. Ja, die Bowser die moest kapot. Lekker. Oké, de derde ster hebben we ook. En, hadden we de stempel al gepakt? Ik ben al lang vergeten dat we de stempel hadden gepakt. Maar blijkbaar hebben we ook de stempel gepakt. Nou, top. Doei, Plessie. Bedankt voor je hulp. Nou moeten we alleen nog even boven in de vlaggenstok gaan springen. En dat vind ik altijd wel een lastig dingetje. Helemaal, ja. Als het op zo'n manier moet. Maar we hebben hem. Lekker, Mario. GG, man. Ja, kijk, de stempel, die hebben we gewoon. Oh ja, die was bij die onzichtbare brug. Daar was volgens mij de stempel. Toch? Mijn korte termijn geheugen is niet meer wat het is geweest, jongens. Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Wie vinden jullie een coolere dinosaurus? Plessie of Yoshi? En dan speel ik het derde leveltje in deze wereld. Tandwielwafels. Oh, nee. Oh nee, dit gaat sowieso fout. Dit gaat sowieso helemaal fout. Ik moet over koekjes heen lopen. Oeh, die was wel lekker ontweken trouwens. Ik ga gewoon even hier beneden kijken wat hier beneden allemaal gaande is. Want ik zie een of andere grote Piet hier zo. Doei! Later! Laat mijn familie met rust! Sorry Piet, het is maar een spelletje. Maak je niet zo druk, jongen. Oké, even een stapje terug. Kijken of hier nog wat is. Volgens mij niet. Nee. Oké, dan gaan we gewoon lekker weer hier naartoe. En dan gaan we eens kijken wat hier is. Wat zit hierin? Helemaal niks. Ik kan hier naar boven, denk ik. Zal ik deze dan ook maar even kapot maken? Ik weet niet of het moet. Ik weet niet of we er iets van krijgen. Volgens mij niet. Anyways, we gaan hier naartoe. Dan springen we even terug. En dan zien we daar inderdaad, ja, een sterretje. Heerlijk. En dan aan deze kant niks. Oké. Go, 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 go. Oké, deze gaat wel redelijk snel. Daaronder niks. Nee, zo te zien niet. Is hier om de hoek nog iets? Nee, ook niet zo te zien. Nou, dan gaan we gewoon lekker in de buis. Dan zijn we halverwege. Dan gaan we eens even kijken waar zij naar kijkt. Zien we hier ergens een sterretje of een stempeltje? Of misschien een gat in de muur? Nee, volgens mij niks van dat alles. Je zou toch zeggen dat hier ergens ook wel een stempeltje of iets te vinden is. Maar nee dus. Wat gebeurt er als ik al deze plantjes kapot maak? Zou ik dan wat krijgen? Oké, die twee zijn kapot. Ik heb zo'n vermoeden dat het helemaal niet uitmaakt of ik die planten kapot maak. Maar ik ga het toch proberen. Ik heb ze bijna allemaal kapot. Er zijn er nog twee over. Dit zijn de laatste twee. Nee, oké, dat hoef je dus blijkbaar niet te doen. Dan hier zie ik ook niks bijzonders. Heb ik nu echt pas zo weinig gehaald? Daar is een stempel, daar beneden. Dan moeten we eerst deze allemaal kapot maken. Al deze dingetjes. Ik heb nu echt te weinig tijd. Ik ga dit denk ik niet meer redden, jongens. Qua tijd gaat dit niet meer lukken. Hier is in ieder geval wel de stempel. Oké, nog twee sterren te gaan. Even deze enemies kapot. Ja, kijk, ja, daar gaan we al. Daar gaan we al. De tijd is al bijna op, jongens. En ik denk dat we hier ook nog even naar beneden moeten. Want hier zal ook wel weer een sterretje of iets zijn. Ik ga gewoon naar beneden. Zo, hoppakee. Ja, kijk, zie je, hier is inderdaad ook weer wat. Oké, hoe gaan we dit doen? Moeten we gewoon lopen? Hoeven we voor de... Ja, daar is een ster. Lekker, oké. Die hebben we ook binnen. Dan moeten we nu nog één ster. Ik heb nog ruim een minuut. Misschien gaan we dit nog redden. Beetje tempo maken. Hopen dat we ergens die derde ster nog kunnen vinden. Misschien hier op de buis? Sowieso hier op de buis. Dat moet wel. Ik denk echt dat hij hier is. Of niet? Zat hij dan daar op de rand? Zit hij hierachter? Waar is die? Hij is daar, hè? Wedden? Hij is daar. Hier is die. Lekker. Ik heb nog 18 seconden. Het is... Ja, ik zie hem. Het is een konijn. Het is een konijn. Wacht, we gaan eerst de tijd even pakken. Eerst de tijd pakken. Dan hebben we 100 seconden erbij. Lekker. Konijn. 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 Kom hier. Kom hier. Kom hier. Ik pak je. Lekker. Een bunny hunt, jongens. Oké, nu nog eventjes boven in de ding springen. Moeten we denk ik hierop staan en dan... ja. Woe. Net gehaald. Maar ze hebben ook weer alles gevonden in dit leveltje. Ja, het blijft toch wel lekker gaan hoor, jongens. Het blijft lekker gaan. Ja, en dan gaan we nu naar de Bowser Express. Ah, dat is een soort van tweede AliExpress. Maar dan van Bowser. Vol met producten die je eigenlijk niet nodig hebt en die nep zijn. En nou ja, oké. Treintje ziet er wel mooi uit. Hoppa. Oh, hierboven is al gelijk de eerste ster. Die wil ik eigenlijk wel even pakken. Ja, top.
Nice. Zullen we dan ook maar gelijk een vuurbloempje pakken? Ik ben benieuwd. Hoe moeilijk gaat Bowser het ons maken in dit leveltje? Kan ik op jullie bakjes springen zo? Ja, kom wel. Maar ja, was eigenlijk totaal onnodig. Jongens, jullie moeten eraf. Jullie moeten eraf. Jongens, ik heb hier geen tijd voor. Ja, nee. Jullie moeten eraf. Ik weet zeker dat ik dan iets zou krijgen. Ik wil dit ding helemaal niet op mijn hoofd hebben. Haal dit weg van mijn hoofd. Stomme uppieblokkie. Jongens, ik heb geen tijd voor dit uppieblokkie. Laat me met rust. Ja, nee, dit kan ik nu al niet meer halen. Jongens, laat me jullie er nou even afschieten. Gewoon, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Weg. Weg. Stomme AliExpress trein. Ik zei het toch? Oké, ik heb ze eraf gekregen. Hoeft helemaal niet, jongens. Hoeft helemaal niet. Ah, nee. Stomme visjes. Oké, we moeten gewoon door. We moeten dit snel doen. Want we moeten hier natuurlijk deze ster al pakken. En dan moeten we hier vier muntjes pakken. Moeten we even hier overheen springen. Ja, en dan... Ja, ja. En dan zo. Ja, precies. En dan... Oh, dan moeten we door de deur hierheen. En dan gaan we deze even ground pounden. Want daarboven ligt een stempel, jongens. Ja! Wat een timing nou weer! Ik ging daar heel goed naar boven. Ja, moet ik weer helemaal opnieuw? Ik wil hier niet in. Ik wil hier niet in. Ik wil niet in dit bad. Ik ga gewoon zo. Dag! Dag, stomme visjes! En dan moeten we dus hier naar boven strakjes voor de stempel. En nu is de timing wel oké. Lekker! Oké, nog één ster, jongens. Nog één ster. En dan kunnen we van deze trein af. Is dat hier beneden? Sowieso. Sowieso is het bij jou. Ik wist het, jongen. Die vuurbro, die stond er... Even lekker te pitten, wou ik zeggen. Maar kijk wat we nou... Hoe krijgen we die nou weer precies op onze bakkes, jongen? Yo! What up? Ben jij ook weer terug, joh? Oh, oh, wacht even. Oh, wacht even. Rustig aan. Rustig aan, jongens. Heel rustig aan. Oké, en nu. Daar ben je. Hatseflats. En nu. Waar ga je nu naartoe? Links, rechts. Ja, links. Links, onder. Woe, dat ging maar net goed. Ik sprong mis. Waar ben je nu? Waar ben je nu? Nu ben je naast me. Oh, nee. Ik spring weer mis. En ik spring raak. Doei! Dag mevrouwtje! Nu moet ik alleen echt heel goed mijn best doen om boven in die toren te springen. Ik heb geen power-ups, niks. Let's go! Ja! Nice! Ik wou net zeggen, ik had geen zin om dit level nog een keer opnieuw te doen hoor. Deze jump, die moest gewoon echt in één keer goed. Hoppakee, we hebben de trein verslagen. Ik hoop dat de trein kapot gaat. Nee? Nee? Mag die trein gewoon zo daar blijven rijden? Er is geen defect aan de trein. Anyway, dit is best wel een grote wereld. Dus deze wereld, die doe ik even in 3 video's. Doe een duimpje omhoog, want we hebben hem nog steeds op 100%. Vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. En wil je me live zien gamen, volg me natuurlijk op twitch.tv/Rickachu. Maar dat hebben jullie al lang gedaan, toch? Of niet soms? Mazzel!